Ik ben Ingrid Oud. Ik ben de conservator watererfgoed van het Hoogheemmaatschap. We staan nu op de bodem van de Wieringermeer. Ooit was dit Zuiderzee en dit gemaal heeft dit leeggepompt. Dirk Rozenburg was een architect van de nieuwe zakelijkheid. Hij bouwde heel functioneel, gebruikte materialen als staal, beton, glas. Dit gebouw is ook van beton gemaakt. Dat is ook heel leuk, want als je dichtbij staat, zie je de afdrukken van de planken waarin het beton is gegoten, zie je nog. Dus het is heel tastbaar, dat hele maakproces ook van het gemaal. En dat vind ik heel, heel mooi. Het gemaal heet Gemaal Lely, dat is niet zomaar natuurlijk. Lely was Cornelis Lely, was de bedenker van de hele Zuiderzeewerken. Dus van de aanleg van de afsluitdijk, van deze inpoldering van de Wieringermeer. Al die stukjes erfgoed vertellen een verhaal. En juist zo'n markant gebouw als Gemaal Lely vertelt het verhaal van de droogmaking van de Wieringermeerpolder. En tegelijkertijd ook de strijd tegen de Zuiderzee. Het is echt een landmark, een iconisch stukje watererfgoed. En ja, ik vind het prachtig zoals het hier oprijst. Dus vandaar is het belangrijk dat wij dit ook gewoon goed onderhouden. En ook, ik vind het heel mooi dat het gewoon nog functioneert. Dat het echt een functioneel gemaal is.